Jee! Ja, ja, die gaat hier aftellen voor de piepshow, dan ga ik ook je roepen. Um, dames en heren, welkom bij een Activision Blizzard loze piepshow. Uit een ijskoude studio. Uit een, uit een ijskoude studio. Het mag niet meer. Het is nee, van alle kanten... De cooling heeft toegeslagen bij ons in de studio. Alleen, um, ja, ik geef dit weer... 2 uit 5 sterren. 2 uit 5 sterren, dat ja. sowieso. Ja, dan vind ik ja. je dat nog. Uh, um, uh, um, ben je nog wel ruim ja, het het kan. Laten we eerlijk zijn, het kan nog veel kutter. Het kan vrij kutter. Het ja. kan echt nog veel harder waaien. En dan heel veel meer regen. En dan een week achter elkaar. Dat die kan. combinatie, die is killing. Ja. Regen en wind. Dat, dat ja. zou dus eigenlijk moeten verboden worden. Maar goed, geen Activision Blizzard dus. Uh, ja. Niet dat er niks gebeurt, maar we doen het gewoon even niet. We zijn er een beetje moe van. Waar we het wel over gaan hebben. En dan ga ik heel voorzichtig doen. Ik ga hem nu even pakken. Oh jee, yeah. je gaat de oh. koelkast op tafel oh. zetten. Oh. Oh, daar oh, is hij. De oh, ik, ik ga gewoon ongelooflijk gewoon... Living on the edge. Je ik hebt er ik... eindelijk één kunnen kopen. Nee. <laughs> ik ga hem namelijk gewoon rechtop neerzetten, Oh, boys. maar je speelt nu met... Uh, met ik speel nu echt... Ja, ja. Dit, is, dit is de redactie uh, um, uh, PlayStation. En um, uh, hij heeft heel lang bij Koos gestaan. Uh, omdat die van hem uh, kapot was. En uh, toen heeft hij tien maanden ongeveer moeten wachten voordat hij het nieuwe had. Anyway, um, er is dus een ja moet ik, Het is geen gerucht. Het is een verhaal. Het is een, het is een man uh, die al geruime tijd roept. Uh, en dat ook toch wel vrij goed weet te onderbouwen in een video. Ja. Dat als je de PlayStation 5 altijd op deze manier uh, neerzet. En ik denk dat dat de meeste mensen doen, want dan ziet het er nog. Enigszins uit, nou, ik zou, niet, ik zou niet weten waar je de plek voor moet hebben. Exact, dit, dit prop je toch ergens in een kastje dat er een deurtje dicht kan? Want ja, dat dit. Ik moet je eerlijk zeggen dat de lelijkheid van de PlayStation <laughs> 5 een van de redenen is dat ik hem ook echt nog niet gekocht heb. Um, nee, het is niet iets waar, je, waar, waar ik zeg maar, oh, het ding is fucking groter dan mijn PC, man. Ja, dat het is, is niet normaal. Het is een, het is een absoluut lelijk ding. Maar hopelijk komt daar uh, een keertje verandering in dat er een kleinere versie komt die ze dan ja. wel mooi maken. Wat hoop ik dan wel? Ja. Anyway, um, er zit volgens deze. Man, een design flaw in. Hoe heet die man dan? Uh, um, Pff, moet ik even naar beneden uh, Ik weet niet of dit ook daadwerkelijk zijn. Volgens mij is hij dit, zet dit zet wel zijn shop, uh, zag ik zien, Ja. Nou ja. ja, goed, uh, hij loopt dit al een tijdje, maar daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Dat, je kan hem dus plat neerleggen en je kan hem rechtop neerleggen. En als je op rechtop uh, neerzet, dan kan er een uh, probleem opstaan. En de problem is, en dat staat hier, de yeah. liquid metal used to cool the APU can sometimes spill. En become uneven with impacts at least the cooling. Nou, dan gaat hij overritten, et cetera, et cetera. Okay. En dan doet hij het op een gegeven moment niet meer. Het is niet zo. Um, ik heb nog eventjes uh, wat rondgevraagd. Uh, dat nu opeens uh, de Media en de Cool Blues overladen worden met mensen die een kapotte PlayStation hebben. Maar was hebben. dat bij Koos aan de hand bijvoorbeeld? Nee, nee, dat was niet bij Koos aan de hand. Nou. Het is natuurlijk wel zo. Um, techniek, wat het ook is, kan. Op den duur uh, kunnen de vlaggen. Ja, inzetten. maar luister, ja. deze hele fucking koelkast is zo gebouwd <laughs> dat je hem zo neerzet. Ja. En uh, als je dat dan volgens niet kan doen omdat er een koelvloeistof over de koolvloeistof uh, overheen klotst, ja, dan <laughs> <laughs> word je niet blij van natuurlijk. Uh, nee, nee. Um, do, ik, heb, ik heb ook even een beetje, een beetje rond zitten kijken op social media. Ik, ik, ik zie ook niet mensen die aan mas zeggen van ik heb dat, ik heb dat. Het feit is wel dus blijkbaar. Ik vind dit verhaal en, en al hoe die het vertelt en dat soort dingen, en dat zeggen ook meerdere mensen van vrij plausibel. Ook mm -hmm. uh, mensen als de, de Digital Foundry en dat soort techno die zegt, nou ja. Ja, nee, dat maakt sense dat dat kan gebeuren. Ja. Um, kijk, het probleem is natuurlijk, het probleem is in de eerste plaats dat het ding zo lelijk is. Het hoeft. Dat... Is... In, <laughs> ik in de tweede plaats, halen. als de als de als de als de, als de, als de koelvloeistof eruit klotst, dan hoef ik het ook al niet meer. <laughs> en um, ik ga hem nu wat wa neerleggen. En, ja. en ik bedoel, wanneer wanneer wordt dit nou een keer beter? Uh, nee, ja, ik. Pff, het, het, Weet je nog met die Xbox 360? Met de Red Ring ja, of Death. Weet ja, je? Ja. Wil, maar de het hel. moet ook allemaal zo goedkoop mogelijk... Hm. en zo snel mogelijk gemaakt worden. Maar dat, dat, dat idee kreeg ik toen al bij die Xbox 360. Ja. Uh, wat een vette console was. Maar dat niet te doen. De, de hoeveelheid pleurisherrie die dat ding maakte... Mm -hmm. was niet normaal. Ja. En op een gegeven moment volgens mij ik weet het niet maar het is lang geleden maar ik weet dat je op een gegeven moment de elite had ja en dat was dan een zwarte versie van die uh, van Xbox 360. en die was gefixt die was goed ja. en die maakte niet zo'n diverse En die had niet die Red Ring of Death en weet ik van wat dus dat uh, dat dat maar dat heeft ze toen Zeker twee, drie jaar gekost om dat te fixen. Nee, ja, maar, maar, die heeft... Xpo, maar die PlayStation 5, we zijn er al uh, Nee, bijna. dat is waar. Koos heeft nu ook een, een nieuwe uh, natuurlijk gekregen. En die is ook van een nieuwere generatie. En dan zegt van, nu hoor ik de fan bijvoorbeeld niet meer. Dus okay. je ziet dan gedurende dat proces... Dat, oh, dat, dat, ze, dat ze wel aan het verbeteren zijn. Dat hebben. ze aan het verbeteren zijn. Okay. Maar het, 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 het is natuurlijk van die marges zijn zo minimaal. Um, en dit is natuurlijk exact wat je niet wil. Het is geen Red Ring of Dead waar dat ding echt onmiddellijk overlijdt. Maar het zou zomaar kunnen dat dit... Om duizenden PlayStations zou kunnen gaan. En het probleem zit er natuurlijk ook een beetje in. Um, dat die console niet maximaal overal voorradig is, nou, weet want, je dus, ik ja. wil, als jij nou uh, weet ik veel dat ding bij Amazon besteld hebt en je belt ze op en je stuurt ja, hem is... terug in een dose, je hebt de volgende dag een nieuwe, ook Kijk, nog een al... nachtmerrie, die shit ja, nou ja, maar da da dat zou nog oké okay zijn, maar ja. je er is niks op voorraad, dus je krijgt niks, nee. precies wat, wat Koos had, dat je dus uh, de maanden wacht voordat je nieuwe places hebt. Ja, sorry, maar ik, ik weet niet, man, dat voelt gewoon niet goed. Nee, dat voelt niet goed. Um, wat ook interessant is, um, is natuurlijk dat deze man um, heeft het al een Tijdje. Dat heb ik ook even je zitten zoeken. Ik bedoel, het, het, hier staat, dit is nu. Uh, maar is het niet is... gewoon een Xbox fanboy. Nee, nee, nee. Het, het, het werd gewoon niet opgepikt. Laat ik het zo zeggen. op een gegeven ja, ja. moment is het blijkbaar door iemand die wat groter is opgepikt. En nu is het de laatste tijd is het opeens een, een verhaal. Weet je? Dan ja. pikt alle media het op. En um, PlayStation heeft hier niet op gereageerd. En het grappige was, ik was voor deze piepshow ook bezig met een verhaal. Of tenminste, een topic. En dat ging dan over Minecraft. En Minecraft, er is dus een, een, een Duitser die heeft het einde voor. Minecraft voor de game heeft hij geschreven. Dat schijnt een soort van endpoem. Ik, ik speel Minecraft niet, maar dat schijnt iets legendarisch te zijn. Oh. En dat heeft hij geschreven. En op een gegeven moment werd Minecraft en natuurlijk Mojang, uh, die game werd gekocht door uh, uh, Microsoft. En toen um, wilde Microsoft ook zijn, dat de rechten over zijn, uh, uh, zijn, endgame wilde, zijn endgame wilde hij hebben. En dat wilde hij niet geven. Um, en vervolgens. Ja, Heeft hij er niks mee gedaan? Op een gegeven moment zei hij van, tegen Microsoft: dan, ik, 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 wil, uh, ik, ik ga het naar buiten brengen. Dat, 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 want Microsoft was een beetje aan het dwingen. Van, je moet het komen, als er advocaat erop en dit en dat. Mm. Het moet van ons zijn, blabla. Bla, hij wilde niet, whatever. En um, toen wilde hij het naar buiten brengen. Heeft hij het eerst op zijn eigen, uh, ja, gewoon zijn eigen website heeft hij dat verteld? Nou, dat werd niet echt opgepikt. En toen heeft hij, zegt hij, een grote mediapartij bereid gevonden om dat verhaal te doen. Dat is gecheckt, dubbelcheck, dubbelcheck. wilden ze het mm. gaan maken. En toen wilden ze een reactie van Microsoft hebben en Microsoft gaf geen reactie. Um, Sony geeft hier geen reactie op. En dat noemen ze dus blijkbaar de, de, de Strizend-effect. Dat is dus: um, je kunt erop reageren, maar dan maak je het vaak erger. En wat je ook kunt doen, is helemaal niks zeggen en de dreiging mm -hmm. laten hangen. Um, ja. Het Leuke is in dat verhaal dat Microsoft heeft: 1700 advocaten in dienst. 1700 advocaten werken. Dat zijn natuurlijk meerdere kantoren, maar allemaal mensen ja. die op afroep wat kunnen doen. Door niks te zeggen, en, en, en die medepartij is er toen. Die, die, is, die is geschrokken en die zei: Oké, okay, fuck it, ik, ik ga het niet doen, want ik heb geen zin om straks advocaat op mijn dak te krijgen. als het verhaal toch blijkbaar misschien niet lukt. Ja, nou ja kijk, dat schrijft effect. Dat ging ik er was een keer zo'n hitje en, ja. uh, en er zat een, z, zat een soort, soort Streisand dingetje in. En toen had zij had die gasten aangeklaagd en toen is die hit heel groot geworden. Ja. dat heet het trice effect. Maar uh, de, de, kijk, zo te zien, Microsoft was wel bezig om te proberen die guy uh, uit te persen voor zijn, voor zijn verhaal. Mm -hmm. En uh, dit, om heel eerlijk te zijn, als Sony hierop zou reageren... ze zou zeggen van, sorry, het is niet waar. Um, en het blijkt wel waar te zijn. Dat is een probleem? Dat is een probleem. Maar als ze S zouden zeggen dat het wel waar is... Het, nee, maar het kan voorkomen. En ja. waarschijnlijk is het ook zo dat het kan voorkomen. Ja. Maar het komt heel weinig voor. En als je er een probleem hebt, krijg je een nieuwe. Dan is het oké, okay, weet je. Ja. Dan heb je niet al die... Maar gewoon weer dat gezwijgen is niet altijd de beste uh, oplossing. Uh. Nee, nee, ik wil eraan toevoegen dat het juist ook wel weer, misschien ook met aandelen en dat soort dingen allemaal ook weer zoiets kan zijn wat, wat een enorme hoos aan, aan angst oproept. Ja, uh, maar ik bedoel, dit ga je toch krijgen. Ik, bedoel, ik, ja. ik, ik, ik heb een keertje laten vertellen dat alle hardwaremakers... en niet alleen ja. game makers, maar gewoon als je hardware maakt, uh, dat je uh, uh, tot 5% van je voorraad, uh, dan moet je vanuit gaan dat daar iets mee is, dat die mm -hmm. stuk zijn. Ja. En. Um, Microsoft had toen met die Red Ring of Death geloof ik 15 of bijna 20 procent. Dus dat was ja. echt iets aan de hand. Uh, en in het begin hebben ze nog lopen ontkennen dat het probleem ja, 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 uh, groot ja, ja. was. Maar ja. toen bleek het, 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 was niet meer onder de tafel te houden. Hè. En um, dat ga je natuurlijk altijd krijgen. Het, ja. Vroeger of later komt het toch wel uit, weet je. Er, er komt gewoon data, weet je. En dan kunnen ze eerst kunnen ze gewoon gaan zeggen van nee, uh, de console is niet stuk. Het is climate change. Dat is wat, wat er nu aan de hand is. Het is toeval, <laughs> ja. uh, niks aan de hand. Uh, dat kun je blijven roepen, totdat gewoon de data op een gegeven moment uitwijst. nee vind je, nee, weet nee. Je, het is overduidelijk meer dan 5% uh, wat er stuk gaat. Er is structureel iets mis met je hardware. Ja. Nou goed, en dan, dan moeten ze uiteindelijk toch bijsturen en het fixen, weet ik veel. Ja, het, het, het probleem bij dit soort dingen is vaak ook... Um... Ik denk dat de meeste PlayStation worden niet, niet direct bij Playstation gekocht. En daar zit een tussenpartij tussen. Uh, Media Bark, een Mediabark, een Coolblue. Wie weet heb je het wel in Duitsland gekocht. Tegenwoordig gewoon een of andere oplichter op de marktplaats. Kan ook nog hm. allemaal. En ja. dan, uh, dan ga ik even vanuit dat je dat wel bij een legit partij doet. Dus dan ga je hm. hem terugbrengen. Ja, dan gaat hij die... Die is ook weer afhankelijk van Sony. Want die gaat het weer terugbrengen naar Daar zit zo'n lange tijd tussen. Waarbij partijen dan ook weer moeilijk gaan doen. Van ja, het is niet heet. Het is jouw risico, niet mijn risico. Uh, dat maakt het voor consumenten zo intens. Um, vervelend en um, het kan ook zijn als je er wel zegt van oké okay, het kan zo zijn dat het zo is dus kijk het nadat mensen weer allemaal gaan bellen van nou ik bij mij ratelt die ook is het dan bij mij ook kapot of zo weet je dan ga je dat allemaal ja. weer krijgen mensen die over angstig zijn het is gewoon vervelend en um, ik ben heel benieuwd hoe PlayStation hiermee omgaat maar het zwijgen kan dus inderdaad te maken hebben uh, met dat Strizan-effect van oké okay, laten we, laten we, laten we even niks hopen zeggen hopen dat het weggaat en uh, ja. hopen dat het wegwaait ja. um, dan uh, Jim Ryan die heeft de afgelopen week uh, geroepen uh, en, uh, weet je wel, op zijn moeder. Uh, de PlayStation 5 tekorten zijn in 2023... Uh, voorbij dat nou, hij zei zelfs nog dat het nu al voorbij is. Ja, het is Nu al voorbij en ik bij mezelf dacht ik toen meteen: uh, ik zou het even niet doen. Ik zou het nog nee. even niet zomaar gaan roepen, want uh... maar je ziet ook dit heeft hij. Want even voor de duidelijkheid ja. dat ga je nu waarschijnlijk ook zeggen: het is niet voorbij. Je kunt nergens een PlayStation nou, 5 kopen. Ik vind het, ik vind het wel interessant. Nou, er is nog wat meer aan de hand. Um, mm, okay. dat, dat vind ik heel interessant. Ik ik, ik geloof wel, want ik, ik, ik las ook wat andere verhalen uh, over andere producenten dat de chip tekort het lijkt allemaal. Wel wat beter te gaan. Ook mensen zijn fabrieken aan het bouwen. Weet je, er komt wat meer schot in. Dus het zou best wel kunnen dat hij dat ja. vo voor elkaar heeft. Nu um, is het zo van: ik zie nu ook in Nederland opeens uh, meer voorraden in de winkel liggen. Helaas, allemaal met zo'n krankzinnige bundel van 400 euro erbij. Oh ja, zie je die voor? Want ik zie dat namelijk helemaal niks nou, ik krijg nu steeds wel weer plaatjes van mensen die mij aan die Playstation 5, uh, van je kan hem je ook met God War kopen en dat, de, weet je wel, dan is die 580 of zo, maar ik... Nee, ik echt heb niet voor 580, want dat is, hij kost 550 namelijk. Ja. Ik zie eerder een soort van uh, dan krijg ik van de, de Weekamp of een van de vage ja. uh, weet je, zo'n zo winkel van vroeger. Die, die, en dan ga je doorkijken en verkopen voor 800 euro uh, de Playstation. En dan ga je doorkijken en er zit iemand die het via Wehkamp want ze gaan doen, allemaal dat bol.com model. Ja. Dat je dus je eigen rotzooi kan verkopen via de week of weet ik veel. En dan, dat, dan krijg je dus dat. Dat zou kunnen. En uh, Maarten Brands, die ook een keer in uh, King Teer is geweest. Um, ook iemand die al heel lang in de industrie werkte. Die... Die gaf een hele leuke tweet. Die zei van... Oké, okay, ik, ik kan best wel geloven dat die voorraden misschien beter worden. Maar PlayStation is ze strategisch aan het inzetten. Namelijk, er zijn een aantal territoria... waar ze echt aan het battlen zijn uh, uh, met, met Xbox. En wat voor hun heel belangrijk is om daar de strijd te winnen. Amerika, Amerika en okay. Engeland. Ja. En die andere landen, Frankrijk, Spanje, Nederland, boeien. Weet ja. je wel, laat zitten. En toen uh, liet hij bijvoorbeeld zien... Um, ik ga dan even laten zien... Dit is uh, bijvoorbeeld Amazon.com. Uh, daar kun je nu gewoon een losse PlayStation 5-console... Uh, voor 499,99 kopen. Chips maar, chips maar available by invitation. Ja, oké, okay, goed. Dat... Invitation, maar goed. In ieder geval... en ik heb ook wat andere winkels gecheckt. Het is nu mogelijk om een losse PlayStation-console... met niks erop en eraan te kopen... voor 499. Ga je dan uh, kijken bij Amazon Nederland... Ja, niks dan af. zie je in één keer... 845 45 nee, euro. maar dit, dit, dit is vanuit creatief. Want dit is niet, dit is verzonnen vanuit eternity plugs of weet ik veel wat. Dit is het probleem. Ja. Dat Amazon verkoopt dit niet. Terwijl die amazon.com daar hebben ze hem gewoon op voorraad. Ja. Uh, en dat is dat is echt kut met dit soort sites. Zeker? Ze zijn echt aan het verstoppen waar je uiteindelijk koopt. Ja. Uh, maar zodra je die prijs ziet, weet je al van... En je kunt er wel goedkoper vinden hoor, op, uh, op Amazon.nl. Mm -hmm. Maar uh, um, ja, niemand. Het zijn, het zijn gewoon die resellers. Nou ja, goed. Oké. Okay. Hier uh, kijken we dan bij cool, Coolblue. Uh, nou, hij is tijdelijk uitverkocht. Uh, dit is wat je kan krijgen. De PlayStation 5 plus FIFA plus een extra controller plus een charge dock. Allemaal dingen die ik ja, absoluut niet wil hebben. 725. Ja. Ga ik dan bijvoorbeeld naar GameStop toe... Um, ja, daar zie je gewoon weer 4 459 99. Ik kan het niet 100% hard maken, ja. maar als ik een beetje aan het googelen ben, zie ik dus inderdaad ja, die wel dat de... is pre-owned ook nog eens een keertje. Is okay. pre-owned tweedehands nou, PlayStation 5. Maar ik zie wel daar hebben ze gewoon daar, daar is die koffie wel al overeengekomen. Ehm <laughs> um, ik had, er zijn ook nog wat andere voorbeelden. Um, en dat is, ook, dat is natuurlijk wat, wat hardware partijen doen. Voor hun is Amerika waar ze nu eigenlijk een beetje. Dit is een beetje 50-50 daar. En Xbox is aan het knallen. Weet je wel, Engeland is heel belangrijk. Dat, dat, dat staat gewoon goed. Als je daar achter komt. Dat, 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 dat is niet wat je wil. Dat is voor jouw plaatje is dat niet tof. Dus daar gaan de, de grote voorraden. En in Nederland blijven we toch nog steeds met die wat kleinere voorraden zitten. Ja, nou goed, hij heeft dit natuurlijk. Die Jim Ryan heeft dit verteld tijdens de CES. Mm -hmm. uh, een grote ja. consumenten-elektronica-beurs uh, uh, in uh, Las Vegas. Mm -hmm. Natuurlijk heel erg gericht op de Amerikaanse markt. Dus ja, hij zei dit tegen de Amerikanen. Mm -hmm. uh, hij zei dit niet tegen de Nederlanders. Maar dat vind, ik vind wel dat hij dat er dan bij moet zetten. Omdat hij dondersgoed goed weet dat ja. de CES door internationale. Internationaal, het wemelt daar van de internationale Ik denk journalist. dat hij helemaal donders goed niks weet. Ik denk nou. echt dat hij, sterker nog, ik denk dat hij uh, helemaal niet op Amazon is geweest om te checken wat er <laughs> allemaal voorraad is. Ja. Ik denk dat hij gewoon een of ander kut verhaal van een PR-medewerker heeft gekregen. Zo dus, ja, de problemen zijn voorbij. Ja. En het enige positieve effect wat er vanuit gaat, um, is dat um, ik heel misschien zou kunnen me zou kunnen voorstellen mm -hmm. dat dit een signaal zou kunnen zijn voor resellers die er nog allemaal tien hebben liggen die ze proberen voor 800 euro te verkopen om ja. uh, het nu maar voor minder te verkopen mm -hmm. in, want je wil er geen verlies op leiden nee. en dat, um, ja, dat zou kunnen dat dat, 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 dat gebeurt ik weet ik weet het niet weet je ik bedoel um, ja, ik heb geen idee misschien hebben resellers wel zoiets van ja, eerst zien dan geloven um, maar het is natuurlijk wel zo dat zodra de tekorten in Amerika zijn aangevuld. Mm -hmm. uh, dat dan vervolgens uiteindelijk staat Tuurlijk. Nederland een keertje onderaan de lijst. Die komt ja. ook een keer aan de beurt. Nee, absolu absoluut. Ik, ik, mijn gevoel zegt ook wel dat we ergens in 2023 gewoon die PlayStation los. Uh, zonder game erbij. Uh, gewoon voor de normale prijs. Gaat weliswaar, is die omhoog gaan, gaan krijgen. Alleen. Maar ja, natuurlijk ook omdat mensen die hem echt willen hebben. Ja. Die, ik bedoel je Jij kunt hem al. morgen kopen, maar ja. dan betaal je gewoon weet ik veel iets onder de 800 euro voor. Ja. Nou, mensen die hem echt willen hebben, hebben dat gedaan. Ja. En mensen die hem niet echt willen hebben, ja, die willen hem gewoon niet echt hebben. Nou ja, maar dat, dat is het ook van en ik hoop dat de retail dat nu ook ziet, want ik krijg die appjes bijna elke dag van mensen omdat ze dat weten van ah, hij staat er hier nog steeds? Ah, hij staat er nog steeds. Hij staat er nog steeds. Het, het blijft nu langer liggen. Dus op een gegeven moment die bundels doen het, doen het ook niet meer. Ja. En dan moeten ze het los gaan verkopen. Wat ik wat ik Um, riscant vindt, is dat hij, als je kijkt, eh, bedoel wat er nu in, in China aan de hand is bijvoorbeeld, waar zij nog steeds van afhankelijk zijn, dat hij nu gaat roepen, de tekorten zijn gegarandeerd voorbij. Ik snap dat je dat als baas moet doen. Je moet natuurlijk nooit zeggen, nou, ik weet het allemaal niet wat er gaat gebeuren. Maar het is Of het is morgen oorlog, of er komt een nieuwe corona lockdown in China. Dat kan, alles kan dat gebeuren. Kan, precies, dus ik zou, zou maar zeggen van, het is vanaf nu, het is gewoon klaar, weet je wel. Hmm. Ik vind het riskant. Want je gaat mensen alleen maar teleurstellen. Zeg gewoon. Van hé, hey, uh, we gaan het steeds beter in de grip krijgen. En ik denk dat. dat, 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 dat gedurende het jaar. dat je gaat zien dat, dat de PlayStation. meer in voorraad ligt. Nee, hij belooft het knalhard. En dat vind ik toch een beetje. het gevoel alsof hij. hij voelt zich aangevallen. Aangevallen door de Xbox. Aangevallen door de. Uh, de, de media misschien. omdat die. toch wel een beetje dat verhaal van hem raar vinden. met Activision Blizzard. Uh, en dat hij zoiets heeft van: ik moet nu gewoon. Statements maken, ja. Nou, wat ik wel erbij heb, is dat om nog even dat verhaal af te maken van wanneer ga je die PlayStation kopen? Dus, die er zijn mensen die willen die PlayStation hebben bij launch ongeacht wat ze erop gaan spelen. Ja. Dat zijn gewoon, weet je, de early adopters... die kopen dat ding, ongeacht de prijs... het maakt allemaal geen donder uit. Nee. Die, die hebben hem inmiddels al. En dat is waarom je nu ook ziet dat de rest blijft liggen. Um, dan heb je een, 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 een groep die er achteraan komt... en die hebben zoiets van... Ah, weet je, ik ben op zich wel geïnteresseerd... en ik, ik, ik zie mezelf tot die groep... vroeger was ik een ja. early adopter, ik moest hem hebben. Ja. Nu bij de PlayStation heb ik dat niet. Weet je, Ik had het wel bij de Xbox Series X... ik heb het niet bij de PlayStation 5... Um, Um, en ik heb zoiets. Ja, ik zou hem in principe kunnen kopen. Mm -hmm. mits er een reden is om hem te hebben. Ja. Dus zelfs als ik hem nu zou zien liggen bij de, bij de Mediamarkt, dan zou ik hem misschien. Ik, ik weet niet of ik hem zou menen. Misschien wel. Misschien, hangt er als er bijvoorbeeld een hele pallet zou liggen, zou ik hem waarschijnlijk niet kopen. Want dan heb ik precies van, nou, ik koop hem wel als ik hem echt nodig heb. Als er twee liggen, dan zou ik hem misschien eentje meenemen. Nee, je, dus je van, je, ja. ja, fuck, je weet niet wanneer. Je moet altijd twee leggen. in de winkel liggen. Nooit een pallet. M nou ja, misschien, weet ik niet. Maar die schaarste werkt natuurlijk wel. Ja, ja, ja. Maar anyway, als er niet een game is die groot is, die uitkomt, die mensen willen spelen, kijk, dat is wat tot. Weet je, als zometeen bewijs spreken: GTA 6 komt uit op de PlayStation 5 twee weken voor de rest, doet er rest geen PlayStation meer te, te krijgen, nee. ongeacht hoeveel er in de winkel is. Nee. Dus het is toch de software die de verkoop van die hardware drijft. En op dit ogenblik. Als je kijkt naar aankomend jaar, het aantal titels actie voor de Playstation, het ziet er fucking dramatisch nou, goed, uit. Goed, daar gaan we in de vooruitblik uh, naar kijken. Het is heel veel Star Wars, heel veel Marvel. Als je daar niet van houdt, dan heb je wel een probleem. Kijk, ik, ik wil... Dat heel is mijn probleem. Ja. Ik hou daar niet van. Nee, ik hoef ik, die Disney crap niet. Ik wil uh -huh. heel graag uh, God of War spelen. Dat wil ik echt heel graag. Maar het is net zoiets van, oké, okay, als dat de ene. Maar Horizon... dan ga je spelen op je Playstation 4, man. Dat is prima. Ja, nee, maar dat is het. Dus er zijn te veel iffies waardoor ik uh, afgezien van dat ik het geld op dit moment ook voor andere dingen kan gebruiken, weet je, dat, dat als het, iedereen heeft hetzelfde dilemma. Ik bedoel, mensen denken soms van ja, maar je bent een gamejournalist, dus dan kan je makkelijk betalen. Nou, dat Nee, dat, dat is ook weer niet zo. Maar wacht even, dit is een heel goed argument. Ja. We zitten in een recessie. Natuurlijk. Ja, we gaan een crisis tegemoet. Je gaat ontzettend goed nadenken: van heb je het echt nodig? En mijn boodschappen een... zijn verdubbeld in prijs. Weet je? Ja. Ik bedoel, we hebben te maken met zware inflatie. Ja. Uh, alles wordt duurder. En dan moet je, sterker nog, de PlayStation 5 is ook duurder geworden. Moet je dan geld gaan steken in een ding waar geen uh, games voor uitkomen? <laughs> of games die ik in ieder geval niet interessant vind? Nee. Um, ja, dat is toch. Dat is toch en, en ik wil even vanuit het perspectief. Ik heb al een game PC en ik heb al een Xbox Series X. Ja. Dus wat is de meerwaarde van de PlayStation? Nee, 0,0. Ben ik helemaal met een je eens. Ik, ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, ik gebruik de, de Xbox Series X van de, de redactie. Dat uh, voorrecht heb ik mezelf dan een beetje toegediend. Ik um, heb hem toegediend. Op dit moment zou ik ook niet 1, 2, 3 in Xbox Series X kopen. Uh, omdat ik nu al heel veel op de Game Pass heb gespeeld. En ik vind dat die grote blockbusters, die, die, die knallers, dat de Xbox er ook niet zijn. Dan, inderdaad, als je een PC hebt, en heel veel mensen hebben een PC, dan ben je daar prima mee. Uh, maar wat uit. stel je voor, je hebt nu helemaal niks thuis? Je hebt geen Switch, je hebt geen PC, je hebt helemaal niks... en je kan het ook niet het meenemen. Dan speel ik verrukken. het allemaal gewoon lekker Wat op koop Xbox je? One. Je hebt, je hebt 600 euro budget. Wat koop je? Je staat in de mediamarkt. Er ligt een PlayStation 5, er ligt een Xbox Series X... en er ligt een game PC. Je kunt het alle drie of een Switch. Je kunt, je kunt het allemaal kopen, maar maar eentje. Ik, zou, het zou, ik denk dan op dit moment dat ik misschien wel, want dat klinkt raar voor mij, een, 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 Ik zou geen PC, maar een gaming laptop zou kopen. En dan een controller erbij, omdat ik dan en Steam en neem ik de Game Pass Ultimate. En, en, en voor eh, wat ik zeg van. En dan wacht ik een jaar en dan zijn die PlayStation-games ook wel te spelen. Ja, ja, nou ja goed. Dat en dan kan ik goed, er ook nog eens op punt, werken. Ja. Want je gaat nu. Wat, 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 ik ben het helemaal met jou eens. Tien jaar terug. Uh, Kocht ik een blind? Omdat dat geld had ik allemaal wel. Daar hoef ik niet over na te denken. In die zin van het leven was niet zo pokken duur. Ik heb nu een eigen huis. Dat soort dingen. Het leven is in één keer twee keer zo duur geworden. En nu ga ik veel meer nadenken. Van oké. Okay, ja, weet je wel. Ik, ik kan hem ook af en toe even van de redactie meenemen. Weet je. Wel. Ga ik dat dan. Moet ik het hebben? Ja, uh, het is best wel lastig. En uh, ja, dat probleem heeft, uh, uh, heeft, heeft Jim Ryan natuurlijk dubbel op. Want hij moet die. Playstation 5 verkopen. Hij moet 30, 40, 50, 60 miljoen, moet hij er wegzetten. Om ook die revenues van die games binnen te krijgen. Nou, ik, ik, ik zat te kijken. Je, hebt me, je stuurde een mailtje rond. Zo kan iedereen even een top 3 maken. voor ja. de games waar ze op zitten te wachten. Uh, en er viel me iets op toen ik zat te kijken naar een van de games in mijn top 3. Mm -hmm. uh, en ik ga het al van spoilen. Dat is um, uh, Hogwarts Legacy. Aha, ja. uh, daar verheug ik me op. En het viel me op dat die game Next Gen. Die komt in februari uit. Maar. Ja. Uh, hoe noem je het? Current gen of old gen. Weet ik wat. Playstation 4 april. en Xbox One. Komt in april. Ja. En dan denk ik van, denk je nou werkelijk dat die game niet klaar is? Gewoon in februari als Next dat Gen wel klaar is. Zegt. Ja, ze zeggen die dat game het... is gewoon klaar. Ja. nee Maar, maar ze maar, moeten maar... even pushen. Nee, dit is, dit is gewoon... Playstation Xbox die zeggen tegen, um, uh, tegen EA... Uh, kun jij niet heel even ja. uh, meedoen met dit circus... en proberen dat we die Next Gen platform... Playstation met... heeft natuurlijk wat exclusief content erop. Dus wie weet zijn zij nog wel pusheriger. Dat zou, het zou me niks verbazen. Nou, we, we, hebben, we hebben over die rechtszaak... waar we deze week niet over gaan hebben. Nee. Uh, <laughs> maar daar hebben we wel gezien... dat dit ja. soort spelletjes massaal gespeeld worden. Zeker, dat is een goeie. Zo had ik hem nog niet bekeken. Nou, het, 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 het duidelijk is dus gewoon... wat hij ook roept over hoe goed het allemaal gaat... en dat het sneller verkoopt. Ze hadden er veel meer kunnen verkopen... en dat voelen ze ook. Ze weten gewoon donders goed. Fuck, weet je wel. We hadden er veel meer moeten verkopen. Daarom roept hij nu ook... Van, het, gaat, het is nu allemaal goed, jongens. Die PlayStation ligt overal alleen hij ligt niet overal. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal van mij. Dus kijk gewoon even rond. Ik nog één ding wat ja? ik interessant vond. Jij zegt: "Oké, okay, je gaat die game pc kopen of een laptop of weet ik van ja. Weet je, ik bedoel oké, okay, kost geen 600 euro, snap ik al. Maar gewoon eventjes vanuit de keuze gedacht. Waar je voor kiest, is dat je binnen het Game Pass systeem terechtkomt. Want je, je hebt dadelijk wel de meeste bang voor buck. Ja, je, want je hebt dan en Steam en Game Pass op één device. Ja, en uh, ja, veel van de games op de Xbox Series X zijn er ook op de PC. Dus ja, dat kan je gewoon nee. met elkaar. Uh, en je, PlayStation brengt nu eigenlijk ook al hun games, weliswaar met een jaar vertraging. Maar ze moeten wel, omdat ze anders niet genoeg revenue hebben, ook naar de PC. Dus God of War, Horizon, al die shit. Ja. kan ik allemaal op de PC. Dus het is een hele rare situatie aan het doen. En eigenlijk is er maar één winnaar, en dat is de PC-wereld. Ja, behalve dat. Ja, en dat zie je ook. Het en ze nou is een gewoon ver. van ja, ja ik, ik vind het lekker om op die lui bank te gaan liggen. En ik ben geen Steven die allerlei verbindingen heeft waardoor hij dat nog steeds kan doen. Ja, je bent een ander soort gamer. Een ander soort gamer. Een ander een soort gamer ja. ja, dus um, het, het is heel interessant. Je hebt mooi een bruggetje voor mij gemaakt: Hogwarts Legacy. Um, de game komt dus binnenkort uit. Yeah. Harry Potter. Ik heb er zin in. Geschreven door uh, mevrouw Rowling. Ja. En in één keer is er een enorme discussie ontstaan op social media of je deze game überhaupt mag of kopen. Dat is precies toch? Um, of het is een uh, uh, transgender ontkenner. Ja, inderdaad. Uh, ik ben even, voor de, even serieus. Ik ben een groot fan van, uh, van mevrouw Ronin. Zij is een of Rolin, sorry. Ja. zij is een, uh, zij is echt een bazige baas. Ik bedoel, zij uh, dat hele manuscript is vijf keer of zes keer afgewezen. Heb ik, ik, ben ja, op, ja. Op, ik vond het fantastisch. En uh, de zevende keer heeft de uitgever gezegd: Oké, okay, oké, okay, we gaan het proberen. Harry Potter, Harry Potter. Ja, 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 ja. En dat uh, zelf met de Beatles: hè? dat iedereen of de Rolling Stones altijd dat soort van nee. Ja. Het is allemaal niks. Jullie ja. worden helemaal niks. Totdat dat iemand zegt: Oké, okay, fuck het dan maar. En dan denk Kom je later. maar, en dan, dan, ja. gaat, en dan het, gaat het en dan gaat ja. het dak. En zij is ook ontzettend eigenwijs. Um, en wat ik ook heel erg menselijk vind aan haar, mm -hmm. zij is heel openlijk over de Ontzettende druk die het heeft opgeleverd. Dat zij ik bedoel, zij is miljardair geworden mm -hmm. met het schrijven van die boeken. En de druk die dat op je legt is insane. En, Zeker. Weet je, zij zegt: Ik krijg elke dag gewoon een vuilniszak aan, <laughs> aan bedelbrieven van mensen die geld nodig hebben. Ja, nou ja en daar, daar gaat ze ook nog in sommige gevallen op in. Weet je, ja. nou, ik vind het echt. Zij is echt een top ja. ja, fantastisch. Maar zij heeft een mening die niet iedereen deelt, uh, zoals veel in de wereld. Het, mm. Ik ga daar geen uh, 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 oordeel over hebben. Het feit is waar ik Het meer over wil hebben van kun je, want het is ook niet eens haar game. Wat heeft hij eens... gezegd? Okay, ik, ik wil het er wel voor hebben. Ze heeft gezegd dat, dat uh, vrouwen vrouwen zijn en mannen mannen zijn. Zoiets ja, dat het, en als dat je niet kan als je denkt. Ja, natuurlijk dat het, je. en dat nou, is gewoon, ik bedoel, zoals elk weldenkend mens boven de pakkende het <laughs> beet 35 zal denken. Um, maar goed, tegenover ja, leven we in een andere wereld. Z inderdaad, zij is daarop aangepakt en nu zijn er heel veel mensen die zeggen van alles wat. Enigszins met Rolling te maken heeft. Kijk, nogmaals, ze maakt die game niet. Uh, het is gebaseerd op Harry Potter. Harry Potter is Rolling. Dus ja. moeten we deze game gaan uh, blokkeren. Dit zou je ook naadloos. Op, uh, op Michael Jackson kunnen projecteren, weet je wel. De Waarom? Nee, in de zin van ik wil, niet, een ik, wil, was. Ik, wil, ik wil niet een oordeel heffen over maar het is een, een kunstenaar, iemand die iets maakt waar een, een rand aan zit, waar iets in zit waarvan je kan zeggen: "Nou, dat 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 dat, dat, dat is dat ik deugt het, niet." JK Rowling is niet een pedofiel. Nee, dat, dus dat, ik, dat snap dat ik. Is gewoon toch wat anders. Maar, maar goed. Uh, ze heeft een mening die andere mensen blijkbaar uh, pijn doen. Of. Of je toch diplomatiek, jij. Ik ben heel diplomatiek, omdat ja. ik niet in deze uh, discussie wil. Uh, wat, verzeild vind wat vind jij nou eigenlijk? Uh, ik vind. Kan een mijn mening. Ik vind dat. Ied nou, maar dat, daar wil ik naartoe. Van. van uh, wat iemand zegt, daar kan ik het niet mee eens zijn. Mm -hmm. um, maar moet ik dan de kunst die hij maakt. Die Fantastisch is. Ik bedoel, ik denk dat er niemand is die zegt: Nou, die Harry Potter boeken zijn echt peel heel slecht. Weet ik je eens met Jack en uh, Dan moet ik het goed voorlezen. Uh, jezus Christus. Ja, maar <laughs> dat is nou juist precies. Uh, uh, laat ook maar. Laat, laat laat maar, maar precies. Het schoon, we zouden geen politieke Geen Nou ja, kijk. Is toch erg dat we zo'n onderwerp nou, niet kunnen ik, bespreken vanaf 2023? Ik, 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 ik wil het balletje naar jou plaatsen dan. Van stel nou, de ja. zou een, de, Mark Rutte en, en uh, hoe heet hij nou? Uh, jouw Kaag. grote vriend, uh, die, die de. Oh, jezus. Hugo de Jong. De Hugo de Jong hebben samen een fantastisch boek geschreven: kinderboek. Ja. En die vind je ook heel erg <laughs> vet. En daar wordt een game van gemaakt. Maar jij, ik weet van jou, je vindt het al, uh, absoluut. Ja. Zou je dan oproepen: die game moet geboycott worden? Iedereen die die game. Speelt, want dat is nu waar we gaan. Mensen proberen andere mensen die die game willen spelen een schuldgevoel aan te praten. Van dat kan helemaal niet, jong. Als je dat doet, ja. dan sta je achter die gedachte. En dat, dat mm. is. Kijk, Michael Jackson is een verkeerd voorbeeld. Dat snap ik ook wel. Maar het, mag je van Michael Jacksons muziek. Ja, ik wil je vraag beantwoorden. Ja. Ik zou dat niet doen. En nou. ik zal je heel eerlijk zeggen. Ik denk, uh, ik vind namelijk. Uh, uh, ik bedoel, ik heb een echt een tieve <laughs> aan Rutte en aan uw groot jongen. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, ik vind. Alle politici niet helemaal kosher, nou, weet je. Ik vind dat zijn mensen die niks produceren, niks toevoegen aan de maatschappij. Het zijn een soort parasieten, weet je. Die een soort organismen die leven op iets en zuigen de energie uit de samenleving. Ja. Dat doen die mensen. En um, als maar, ze stoppen met een politieke carrière en kunst gaan maken, en boeken gaan schrijven, even fucking uh, Fred Teven, die ja, ja. niet de meest koosjer minister van justitie. Tastische busjefer, ik heb vaak met, een ja, ja. Een met hem Waar heb je hem toch gereden? Ja, zeker. Hij is in Haarlem is, een nou, standplaats. Ik wou, ik wou zeggen, als ik bij Fred Teven in de bus zou zitten, zou ik dat tof vinden. Ja. Want dan denk ik van, eindelijk is die man iets aan het toevoegen aan de maatschappij ja. eigenlijk is iets aan het doen waar we wat aan hebben, weet je ja. en dat? Dat vind ik zo. Uh, uh, nee, ik zou niemand cancelen uh, vanwege zijn politieke uh, denkbeeld. Ik vind dat sowieso. Dat cancelen van uh, het is allemaal zo achterbakse, nou ja, zielige, en, niet fris ruikende... internet sukkels maar keyboard. Dat Warriors is dus zo van. van um, ik vind gewoon dat me, me, weet je wel. Mensen mogen een mening hebben. En daarnaast uh, uh, kan, kan ik nog steeds, ook al ben ik het diametraal niet eens met iemands mening, als hij een boek schrijft die ik heel erg tof vind, vind ik gewoon dat je daarvan moet kunnen genieten. En het ja. feit dat de ene gamer die dus zegt: van, met alle respect, ik onderschrijf die mening niet, maar dan mag jij, mag jij die game absoluut niet spelen, want daarmee spek je haar portemonnee. Weet je wel? En dan denk ik: van ja. Maar dat, ik vind het interessant, want dat heeft nog heel veel met respect te maken. En ik denk dat heel veel jongeren vandaag dag niet meer weten wat respect is. Dat klinkt heel stom. En ik bedoel niet soort van, oh, je moet respect hebben. Nee, ik bedoel, als je um, respect hebt voor iemand als mens... Mm -hmm. dan kun je een andere mening accepteren. Omdat je weet, per definitie, niet iedereen is het met elkaar eens. Um, en als iemand een andere mening heeft... Dan mag je tegenin gaan en je mag het daar niet mee eens zijn. En je mag erover discussiëren en alles. Maar op het moment dat je gaat zeggen: van... Nee, ik wil dat jij, dat jij kapot gaat. omdat jij die mening hebt. Weet je, dat je de gevangenis in gaat. Of dat je, weet je op dat ogenblik. Um, heb je geen respect meer. Niet meer voor iemand als mens. Maar je hebt ook geen respect meer voor jezelf. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wat ik. Probeert in mensen snappen niet meer wat respect is, ook niet wat zelfrespect is. En, en ik bedoel, met name jongeren, dat is gewoon iets dat is een, een generatie die dat niet heeft meegekregen van huis uit. Nee. Dat, uh, is problematisch in ieder geval um, Goed terug naar J.K. Rowling um, ja, nou ja kijk uh, het, het helpt niet want Hogwarts uh, is op dit moment de nummer één ja dit is nog even heel wat anders hoor uh, daar gaan we nu naartoe zo um, Hogwarts is op dit moment de nummer één uh, pre-ordering op uh, Steam snap ik tuurlijk. dus um, hetzelfde geldt met Bayonetta die mevrouw ook die, die opriep van boycott dit en ook weer een heleboel mensen ja je bent dit kan niet dit is ja. slecht van. uiteindelijk merkt het allemaal niks op we moeten het dat is niet de way to go weet ja. je wel laten we het hebben over de meningen met verschillen gaan met elkaar in discussie maar dit is allemaal bullshit. Goed. Um, Cyberpunk weten we allemaal grote, uh, ja, grote issues mee. Uh, de PlayStation ja. 4 versie en de Xbox versie. Uh, die waren gewoon niet goed. En dan doe ik heel netjes. Um, feitelijk wisten ze dat. Ze wisten het gewoon. Want uh, ga mij niet vertellen uh, en ga Boris ook niet vertellen dat, uh, dat ze op het moment dat die game uitkomt... Hè? Doet hij het niet op de PlayStation 4 en nee. Xbox One? Bij ons deed hij het wel hoor. Ja. Nee, ze hebben geroepen zelf ook nog naar de aandeelhouders toe in een vergadering. Voordat hij uitkwam: It's gonna work. En, en het, volgens mij zijn ze iets van: het is nog beter dan wij gedacht hadden. Absolute bullshit. Nou, er zijn natuurlijk aandeelhouders die iets hebben van, dude. Weet je, ik heb nu veel geld verloren hierdoor door deze bullshit van jullie. Ik wil, um, ik wil daar schadevergoeding voor. En wat zie je dan vaak? Dat is typisch Amerikaans. is uh, dat wordt dan gesetteld. Oftewel, uh, ze betalen 1,85 miljoen. Dus daarnaast. Dat is, bijna dan, 200, dat is, dat is niks. niks, man. Dat is heel weinig. Inderdaad, ik weet ook niet. Dit, dit en kan het Is dat van één iemand of is dit een. Dit is toch uh, geen is class a, action uh, lawsuit? Uh, uh, ja, uh, in, in Californië. Ja, ja, inderdaad. Class action lawsuit over cyberbank. Nou, dit dat, dat is administratiekost hebben ze betaald. Want ja. dat, uh, Wie weet zijn het ook maar een paar mensen, hoor. Normaal zijn het dat 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 zeg je vaak. Want je kan soms een, een groepje gaan vormen of misschien één iemand en dan, dan zoek je gewoon een advocatenkantoor en die gaat dat voor jou uh, regelen. Er is natuurlijk één ding. Ja. Als je kijkt hoeveel schade, stel je voor dat jij de PlayStation 4 versie hebt gekocht en het niet. Hoeveel schade heb je dan geleden? Nou, 59 euro ja. of 59 dollar, weet ik veel. Dus als je dat dan, als je die 1,58 1,85 <laughs> miljoen deelt door al die 59 dollar. Ja. Uh, nou, misschien heb je dan een idee hoeveel mensen zich aan hebben gesloten. Dat zijn er natuurlijk, uh, 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 ja, weet ik veel, honderd of zo, weet, weet ik het, uh, niet, niet, niet al te ja. veel in ieder geval. En, um, er zit hier ook nog een andere lawsuit, zie ik. In, in januari hebben ze er ook nog eentje gekregen van de Rosen Law Firm. Ja, nou, wat je wel krijgt met die, met die law firms, die pakken gewoon 80% van, die, van dat zelf. Ja. Dus waarschijnlijk als jij uh, dus zegt van ik heb 60 dollar schade geleden, nou, dan krijg je misschien een keer uh, een tientje of 5 dollar, zou ik wel. Wat ik altijd zou... Ja, apart vind ik... Ik weet dat dat systeem zo werkt inderdaad. Hè. Dus um, wat je dan krijgt is van... Uh, dus eigenlijk zegt hij van... Hé, hey, maar je hebt mij belogen. Die game van jou werkt niet. Je, je hebt gewoon kaart gelogen. En dan zegt hij... En, en dan settlement betekent van... Ik betaal je, maar ik bekend geen schuld. Ik vind dat zoiets... Fucking weird, altijd. Want je betelt, ja, ja, is Een beetje een juridisch dansje wat er ja. gedaan wordt. Ze kopen gewoon de rechtszaak af. Ja. Weet je, en dat is gewoon. En die, die, Daarmee die, beken je, vind ik, gewoon schuld. Want anders, ja, maar de, ja. We, aan de andere kant, het werkt ook de andere kant op. Dus ja. de, 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 de aanklager, als het wel, of de, 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 de partij die de class action lawsuit inziet, ja. die heeft ook een risico. Namelijk, heel veel tijd en moeite erin steken. Met een, met een kans dat de rechter zegt van nee, je moet niet zo zeuren. Er is gewoon een, een versie en je kan hem opstarten, dus het werkt. Ja. Dus uh, zij zagen ook uh, geen brood in het doorzetten uh, en het opvoeren van de kosten. Ja. Omdat de, de mogelijke uh, opbrengst gaat, ja, dat, 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 zo zeker is dat niet. Dus het is aan beide kanten zie je gewoon van, ja, ze durven het niet echt aan. Mm -hmm. um, en ja, dan is het dus maar 1,85 uh, miljoen waard. Ja. ja. Het grappige is, of het, uh, de afgelopen week zag ik opeens ook een discussie omdat. Um, en ik, ik deed daar zelf ook een beetje aan mee. Cyberpunk uh, 27 7, Er zijn nu 15 miljoen patches overheen gegaan. Ik heb het vorig jaar ook een keer gespeeld. En dat zat bij mij in mijn top 7. Volgens mij. Het Want is ik, goed nu. Het is toch? goed hè? Maar zijn er heel veel mensen van. Um, uh, hierdoor uh, ging uh, CD Project ook weer eventjes uh, op, de, op, uh, weet je, op de borst roffelen? Kijk, ons even fucking goed zijn. Mm. En dat er toch een aantal mensen zijn van ja. We moeten ze er ook niet mee laten wegkomen. Weet je, het feit dat het nu goed gepatcht is. Dan moeten we ook niet vergeten hoe fucking kut het was. En hoe ze ons uh, belogen hebben hiermee. Dit mag gewoon nooit meer gebeuren. Maar ja. Maar ik, laten we eerlijk zijn. Ja. Zij hebben toch ook financieel gezien echt uh, een flater geslagen met deze game. En ze hebben ja. natuurlijk wel. De game heeft wel. Ik, ik weet niet eens wat ik dacht, 15 miljoen stuks verkocht. Mm -hmm. um, maar uh, het potentieel van, van Cyberpunk 2077 was vele malen groter. Er hing hier een GTA-achtige hype omheen. Als die game goed was geweest bij launch, hadden ze er misschien wel wel 50, 60 miljoen stuks verkocht. Zeker. En uh, het is gewoon veel lucratiever om een goede game uit te brengen dan om een of andere floppe droller uit te brengen. En um, ja, dat, dat gaat uh, CD Project Red gaat dat ook gewoon zien dat dat zo is. Nee, nee absoluut. Uh, daar ben ik het ook helemaal met, met je eens. Het is wel een beetje van, uh, het laat ook weer zien, mens vergeten snel. Hè? Ik bedoel, uh, en, en, en daar hoor ik ook bij hoor. Van ik heb net een ongelooflijk pijnlijke uh, uh, elleboog gehad. Dat is nu met, met een, uh, een, hoe weet het nou, een uh, ontstekingsremmer. En dan heb ik geen pijn meer. En binnen, uh, binnen vijf seconden zit ik weer met mijn arm te doen, wat ik eigenlijk niet moet gaan doen. Ja. Je vergeet heel snel en hetzelfde geldt ook natuurlijk met games. Het is heel menselijk, mm -hmm. maar aan de ene kant heb ik wel zoiets van: Oké, okay, ik, ik moet wel dat ik moet dat wel even in mijn achterhoofd houden wat daar voorafgaan is, want het, het is niet netjes, weet je wel. Ja. Van het um, is niet normaal dat je een game uitbrengt en dat je volgens anderhalf ga, gaat lopen, patchen en dan roept van: <laughs> Vet toch? Ja, ik bedoel, het is weird, maar goed. Nee, het is niet oké. Okay. Nee, um, nieuw zo. Uh, die, is, uh, die, die onderzoekt altijd de markt. En dit is de Global Games Markt. Vind ik leuk omdat er wel iets interessants ook in staat. Uh, nou, hier zie je weer een beetje van, uh, nogmaals, ook iets wat wij als hardcore gamers uh, op de PC en de console vaak vergeten. Maar de big money is natuurlijk gewoon te vinden bij de mobile games markt. Overigens uh, verwachten deze analisten wel dat nu met die recessie dat de. Dus de, 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 deze markt uh, die gaat er minder last van hebben. En deze mobile markt die gaat hier heel veel last van hebben. Ja. Omdat er, ja, die casual gamers... die Voor hun is gaming niet zo super belangrijk Die zullen al sneller denken van... Oké, okay, ik, 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 ik ga een goedkoper mobiel abonnement nemen. Dan doe ik geen data meer bij, weet je wel. En dan whatever. Ik vind het zo ontzettend veel. En als je ja, kijkt hè? hoe vreselijk kut mobile games zijn... <laughs> Um, ja, ik, bizar. ik begrijp gewoon niet zo goed dat mensen hiermee, um, ja, dat ze. Ik wil ik als ik de reclames voorbij zie komen, ik snap het wel, weet je. Het budget is er. Ik, ja. ik, je, kan, je kan geen YouTube-video opstarten zonder dat je die crap, uh, dat je daarmee lastig wordt gevallen. Ja. Um, maar toch, iets anders wat ik ook wel interessant vind: browser. ...based PC games. Ja, dat schijnt weer dat. een beetje nou ja, gewoon ja, dat was een tijdje Farmville, dat soort Exact, het schijnt ja. weer een beetje terug te gaan komen. Maar ook nou als ja, is het, het is nou. afgelopen jaar 16.7% met elkaar gedonderd. Dus ja. uh, ik denk dat dat eigenlijk ik denk dat dat iets is wat gedreven werd door één game, namelijk Farmville, misschien nog iets anders. Mm -hmm. Dat was het wel. Um, maar goed, dat is ik denk dat dat weg is. Maar goed, wel interessant dat die dat die, dat die mobile games markt nog zo groot ja. is. Een krimp van 5% is niet niks. Nee, dat is toch een dingetje. En uh, dat was 2022, inderdaad. Uh, oh, dit is 2021 zelfs. Ik uh, bedoel, um, even kijken, hoe moet ik dit zien? Uh, dit zijn de, de, de revenues. Um, daar zie je inderdaad, um, even kijken, Global Game Marks 175 miljoen. Um, ja, dit gaat een beetje over het hele verhaal van waar we het niet meer over hebben, namelijk uh, de dominantie van de Sony's, de Microsoft en de Nintendo's van de wereld. Dan zie je eigenlijk gewoon, uh, ze pakken zeker een big piece of the pie. Maar dominant zijn ze niet. En hier zie je ook onderling wat ze dan uh, uh, verdienen. Um, Ik, uh, hier is wel een dingetje: Nintendo ja. heeft net sales gecommuniceerd en de rest doet net revenues. Um, daar, dat betekent dat. Um, om je voorbeeld te geven. Ik, ik mm -hmm. zeg wat maar de Pokémon Company. Nintendo heeft daar een stake in bijvoorbeeld. Ja. Dus dat betekent dat de inkomsten van de Pokémon Company waarschijnlijk hier niet bij zitten. Mm -hmm. Terwijl Nintendo daar zeker weten geld aan verdiend heeft. Dus ja. Uh, ja, een beetje... Misschien Nintendo zou best wel eens groter dan Microsoft kunnen zijn. Nou ja, goed. Je ziet in de... Ja, nee. Zeker. Uh, je ziet dan hier Sony uh, 24. Als je dit dan bij elkaar optelt, zit je op 30. Ik bedoel, dat geeft dus aan dat Microsoft absoluut nog niet uh, de dominante... Uh, maar dit is 2021. Ja, bedoel, uh, zeker. Game Pass was amper uh, van de grond doen. Nou ja, hier zie je ook een beetje de, de, de uh, hoe heet het nou? De, even kijken. De, um, ja, ook weer de revenues uh, vergeleken met de rest van de markt. Even vergeten we soms, we focussen zo op Microsoft, Sony, Nintendo, dat je ziet dat er zoveel uh, verkocht wordt eigenlijk buiten die partijen om. Ja. Um, het is een hele diverse markt. Heel veel gaat ook buiten onze radar om, met name die mobile game markt die Checken wij niet, die wil ik ook niet checken. Um, maar daar wordt ontzettend veel geld gaat erom. Um, ja, ik, ik ga nog wat verder in het onderzoek duiken hoor. Uh, ik ben heel benieuwd naar de market transactions. Uh, ik ben benieuwd naar boxed versus online. Um, ik, we, we staan echt aan de vooravond van een enorme ja, verandering: transitie in die hele game markt Er zijn zoveel. Um, uh, Zaken die de boel zoals die nu is, namelijk die, die DVD die je koopt om in je, in je console te doen, Die dat aan, aan het knagen zijn, of nou de Game Pass is, Market Transactions. Um, heel veel analisten, en we gaan het in de fruitblik erover hebben, hebben het over dat het gaat steeds meer naar een soort van hybride inkomstenmodel. Dus je gaat niet meer. 100% zitten op van ik verkoop mijn game en ik krijg daar 40 euro voor. Nee, uh, je verkoopt je game voor veel minder geld of je doet het op een sub, maar dan gaan de MT's in en dan komt een soort, game, er komt een soort van year pass bij en, en al dat soort dingen om dan overal maar wat geld erbij ja. uh, te gaan verdienen. Dus, uh, maar goed, uh, ja. dat ga je allemaal zien deze week in de vooruitblik, oftewel de fruitblik items. Um, en aanstaande zaterdag hebben we ook nog het eindjaars interview met Steven, want die was lekker op vakantie tijdens het eindejaar... Dat doet hij goed. Um, dus heel veel toffe content deze week.